Maghreb 90 bungelt nog altijd onderaan de ranglijst samen met Sneek en OJC Rosmalen. Voordeel is wel dat de ploeg niet meer direct kan degraderen. En dit alles heeft ook te maken met het wegvallen van WKE. Dit is de eerste kans van de wedstrijd. Grootfaam die op avontuur gaat, die vindt dan Jonathan Richard. Die staat dan oog in oog met doelman Gounet van Maghreb 90. Maar hij mikt net iets te hoog. Wel een goede mogelijkheid van Richard. En hier ook weer een goede paas van Jonathan Richard. Sutorius dan wil dat iets te mooi doen. Niet in de al te beste vorm de afgelopen weken. Topscorer van de AFC nog altijd met 10 doelpunten. Op de hielen gezeten door Pieter Koopman die er 9 in heeft liggen. Willemsen met het schot en dan de redding van Gounet. En Danny Goedkoop kan er in de rebound ook niet bij. De vervanger van Geoffrey Galata die nog altijd last heeft van een hersenschudding na een botsing in de wedstrijd tegen HBS. Het regent inmiddels flink en daar heeft de AFC toch al wat problemen mee. Want dit is de eerste grote kans van Maghreb 90. En die bal die vliegt er dan meteen in. Dissels. De eerste goal van de wedstrijd en die is voor de bezoekers. AFC gaat dan uiteraard op zoek naar de gelijkmaker. Maar het is toch Maghreb 90 die het laatste kwartier van die eerste helft beter van het spel heeft. Die gaat Dissels tegen de vlakte. Wil natuurlijk een penalty. Maar scheidsrechter Wiemer wil daar niet aan. Het is dan weer iets opgeklaard tegen het einde van die eerste helft. Biberoglu met een voorzet op Sutorius. Toch wel weer een grote kans. Ja, dit weet je zelf natuurlijk ook. Als je dat 10 hebt gemaakt, dan weet je dat je dit soort balletjes misschien wel erin moet prikken. Mag niet zo zijn. Tweede helft dan. De AFC begint goed aan die tweede helft. Wel, deze goal wordt afgekeurd door scheidsrechter Wiemer. Laat het wel meteen zien wat het wil. Maak het op 90 dan. Hier Kalisse, een andere oud-prof bij onder andere FC Volendam. Houdt het overzicht en vindt dan helemaal achterin Hassan Anzi. Die kennen we nog van zijn periode bij Hollandia met een goed schot. Maar Laszlo Sandor, de doelman van AFC, weet het prima op te lossen. Willemsen dan. Willemsen met het steekballetje. Dat gaat eigenlijk helemaal mis. En oh, wat gebeurt hier dan? Doelman Gounet. Ik denk dat Marley Bergfans die bal wel even wegtrapt. Ja, misverstand. Nou, wel even iets meer dan een misverstand, denk ik. Wat een ongelofelijke blunder is dit. Willemsen met het steekballetje. En wat een ongelofelijke blunder van die doelman. Wat staat die ongelofelijk te pitten. AFC dus op 1-1, dat in de 62e minuut. En het gaat dan op zoek naar de overwinning. Biberoglu met de voorzet. Kopbal dan van Bosma op de lat. Goeie bal van invaller Koen Bosma. Eindelijk kan hij ook weer zijn wedstrijdje spelen voor de Amsterdammers na lang blessureleed. Biberoglu die een goede wedstrijd speelde. De bal weer voorgeven. De bal komt voor en ja, dit doet hij dan wel weer goed hoor, die Gounet. Houdt hij zijn ploeg nog enigszins op de been. De goalie van Maghreb 90. Dan de wissel. Gaat Sutorius eruit. Tom van der Brink met nummer 14 gaat er dan in. Tom van der Brink is toch een klein beetje de supersub van AFC. Hier Bosma op van der Brink. Hij doet het weer. Tom van der Brink. Zijn derde goal als invaller voor AFC. Ja, misschien is dit dan toch wel de belangrijkste. Geklungel van Rashid Mohamedi. Overigens een prima wedstrijd speelde voor Maghreb 90. Bosma houdt het overzicht. Ja, en dan is het intikken voor een speler als Van der Brink. Weer hij dus voor de Amsterdammers. Oeh, hier gaat Koen Bosma in de slotfase nog even in de fout. Ja, daar is de rode kaart al van scheidsrechter Wiemer. Ja, en dat is dan zonde. Dat is dan stom. Gaat hier iets enthousiast door. En moet met rood van het veld af.
En dan vindt scheidsrechter Wiemer het wel genoeg en wint AFC met 2-1 van Maghreb 90. En is Tom van der Brink, net als in het duel tegen OJC Rosmalen, man of the match. OJC Rosmalen, ja, begin van dit kalenderjaar, het nieuwe kalenderjaar. Rosmalen maakt de winnende. Die was ietsjes moeilijker dan deze, maar goed, net zo lekker. Ja, ja, hele belangrijke overwinning dit, hè, voor jullie. Als je kijkt naar de ranglijst en wat er afgelopen week allemaal gebeurd is. Ja, absoluut. In de rust zag ik op teletext dat Koninklijke HFC achter stond. 2-2 gespeeld. Oh, 2-2 gespeeld. Nou goed, lopen weer wat puntjes in. Ja, dat is gewoon belangrijk. Kijk, je moet gewoon winnen. In alle wedstrijden die je nog speelt moet je winnen. En dan zien we wel waar we dan staan. We hoeven niet meer terug te kijken. Weet je, dus zonde, 6 punten. Maar goed, we hebben er niks aan, we kopen er niks voor. Nu gewoon vooruit kijken.